het ontbreken van voldoende capaciteit bij de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP is van tijdelijke aard. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in een interview tijdens zijn werkbezoek aan het ziekenhuis. Hij geeft aan dat er nu wordt gewerkt aan de uitbreiding van deze dienst, waardoor er voldoende capaciteit zal zijn. Hij vindt het geweldig dat het ziekenhuis ondanks de uitdagingen aanzienlijke investeringen heeft gedaan in de meest geavanceerde moderne technologieën en apparatuur. Voldoende bedden zullen zijn en al deze zaken zullen ook afgestemd moeten worden aan de capaciteit, aan personeel. Want je kan uitbreiden, maar je hebt onvoldoende personeel. Zo hebben we net de uitdaging gezien bij de kinderafdeling, de NICU en PICU. Heel emotioneel ook in de media, in de samenleving terechtgekomen. Triest ook dat kinderen niet behandeld konden worden. Nou, wat zien we vandaag? Dat met medewerking van ministerie, directie en de medische specialisten, de afdelingshoofden, ze wel in staat zijn om een crashprogramma uit te voeren, nieuw personeel te trainen, klaar te stomen, om toch nog die zorg te kunnen continueren. Het staat zo zegt dat op de NICU en de PICU afdeling werk wordt verzet om de nodige zorg voort te zetten. Hij vindt het daarom erg dat er een beeld wordt gecreëerd alsof jonggeboren kinderen niet daar opgenomen kunnen worden. Of niet behandeld kunnen worden. Nee, ik heb het zelf kunnen zien. Er is een baby daar, die is gisteren binnengebracht, van 7 maanden oud. En die baby wordt verzorgd met het personeel. 24 uren. En zo gaat het door. Dus ik ben bijzonder blij dat ik dat persoonlijk heb kunnen aanschouwen. Wat ik wel gezien heb, dat er hier wat lege bedden zijn. En waarom zijn die bedden leeg? Omdat er onvoldoende capaciteit is. Maar wat men wel gedaan heeft met het beschikbare capaciteit, optimale zorg te bieden aan die kinderen, aan die baby's. En dat wordt nu aangevuld met personeel die met een crashprogramma getraind worden. Dat wordt aangevuld met nieuw personeel die uit het buitenland op dit moment komt. En ik heb... De president heeft van de leiding begrepen dat de gepensioneerde verpleegkundigen die waren opgeroepen om het ziekenhuis te ondersteunen, positief hebben gereageerd. Deze gepensioneerde verpleegkundigen zullen ingezet worden op basis van een goed contract. Hij benadrukt dat de regering er ook alles aan zal doen om het beschikbare personeel te behouden.